Ik dacht altijd dat ik de zieligste man op aarde was en het meeste pijn had. Maar dat bleek niet zo te zijn. En als je dat onder ogen ziet, dan besef je dat je niet alleen bent. Ik kan mijn armen niet meer omhoog doen. Ik heb altijd pijn in mijn nek, altijd pijn in mijn armen, in mijn schouders. Hier. En ik heb een hele lange tijd heb ik hoofdpijn gehad. Ik ben in 1996 van mijn boot gevallen, heb ik mijn nek gebroken. Ik moest eerst geopereerd worden en na die operatie bleef ik maar pijn houden. En dan ga je proberen om er vanaf te komen. Dan wil je dat zo graag, daar vanaf komen, dat je constant alle medische dingen gaat aflopen. Medisch shoppen noemen ze dat. Tot je op een gegeven moment 2 jaar verder bent, dan moet je er iets mee doen. Ik begreep dat ik het zelf moest doen. En dat je juist eruit moest. En ik zat alleen maar thuis zielig te wezen. En dat moet juist niet. Ik was zeg maar opnieuw geboren. Je hebt 2 jaar nodig om alle doktoren, alle centra's af te lopen. En op een gegeven moment kom je ook bij een pijnpolie. En op die pijnpolie zeggen ze dan van, nou, je zal er nooit meer vanaf komen. Je moet ermee leren leven. Nou, dat heeft pijn hoop me geleerd. En ik heb niet 1 vriend van vroeger maar over. Of ik kan ook niet 1 sport meer beoefenen. Ik heb omgebogen naar biljarten, kaarten, klaverjassen en van het leven genieten. Met mijn pijn heb ik om leren gaan. En die pijn is er. En ik weet, als ik stil in een hoekje ga zitten met niemand om me heen, dat ik het meeste pijn ervaar. Dus dat is het minste wat ik doe. Ik ga eruit en ik ga met de hond wandelen en zoveel mogelijk afleiding zoeken.